Ja. Ik kom. Ik ben sinds mijn 16 jaar in contact gekomen met alcohol en ben ongeveer 35 jaar verslaafd geweest. En door de coronacrisis is dat tijdens de eerste lockdown geëxplodeerd. Af. Dat is flink af. Om te kunnen drinken was ik verplicht alcohol in huis te halen. Daarbovenop kwam het feit dat we thuis moesten werken. Ook de kinderen thuis waren, meer spanningen in de bubbel. En daardoor greep ik meer en meer, vluchtte ik meer en meer naar de drank. Voor de lockdown dronk ik, laat ons zeggen, in de week 5 à 6 glazen wijn per dag. Maar tijdens de lockdown is dat echt geëvolueerd tot op het einde naar 4 flessen wijn per dag. En ja, voor mijn partner was dat natuurlijk alles behalve aangenaam. En die heeft mij dan ook gezegd van ja, er moet iets veranderen. Als er niks verandert, oké, ja, dan stop het voor mij. Maar ik kon niet meer functioneren. Dat ging gewoon niet meer gaan. En heb ik dan ook beslist om mij te laten opnemen. Kan ik? Ja. Nu gaat het goed. Dus op een klein erval na heb ik geen drang meer. Veel mensen hebben daar schaamte over, met dat probleem. En de mensen hebben een beeld van ja, die is niet normaal. Nochtans, in alle lagen van de bevolking komt dat probleem voor. En je ziet het niet. Goedenavond, Michael. Kom binnen. Welkom. Dat is Michael. Dat is mijn alcoholcoach. En die mij helpt om nuchter te blijven. Wat ik vooral doe, is eigenlijk samen met mensen altijd één op één in sessies gaan onderzoeken waarom dat ze drinken. Een alcoholprobleem is het gevolg en geen oorzaak. Het is gevolg van een andere onderliggende problematiek. En dat is waar ik eigenlijk op zoek naar ga. Eens dat je die puzzel doorhebt, kan het eigenlijk gewoon een vrije keuze zijn om te kiezen van, kijk, ik kies voor een nuchter leven. Ik wil er ook mijn missie in een verder leven van maken. Mensen te sensibiliseren, erop te wijzen. Sowieso zelf nuchter te blijven. En met de steun van mensen zoals Michael, denk ik dat dat wel haalbaar is. Maar ik ben zeer behoedzaam voor de valkuil van deze baarlijke duivel. Op nuchter blijven, hè? Op het nuchter blijven, inderdaad. Ja, ik zou de mensen willen meegeven dat ze eens stilstaan bij hun gebruik. En als ze tot het besef komen dat hun gebruik in feite niet helemaal oké is, dat ze ook hulp gaan zoeken. En daar niet mee blijven zitten.